Vrienden, ik heb een enorme kijktip voor jullie nu op tv deze zomer. RTL 4. Ga daar naartoe, elke avond om 20:30. Dan komt daar, dat heet B&B Vol Liefde. Nou ja, het is Boer zoekt vrouw, maar 2.0. Ja, geweldig programma. Gewoon elke avond, 7 weken lang, komt dat gewoon. Nou, het is weer smullen geblazen. Want ja, Jut, die wou dat zien natuurlijk. Die zit tegen mij, ja, kijk nou mee. Dus ik heb nu al 2 afleveringen van B&B Vol Liefde gezien. En je mag het niet overslaan hoor, want het leuke van dit programma is, ze slaan die hele klerenzooi van Boer zoekt vrouw, slaan ze in 1 keer over. Dus niks voorstellen van boeren, niks, geen brieven, niks nog eens een keer speeddaten, niks van het al. Nee, gewoon hup, gelijk to the point. De mogelijke nieuwe liefdes, die komen hup, gelijk het huis in. En die worden uitgezocht door de deelnemers zelf, maar ook door familieleden. En het zijn er 4 in totaal. Nou, dan heb ik het hele programma helemaal uitgelegd. Maar wat jullie al... Kijk, de mensen die gekeken hebben, die weten waar ik het over heb. Bijvoorbeeld die mevrouw, die heet Caroline, die zit in Oostenrijk. Vanaf nu geheten Jodel Haiti. Dus Jodel Haiti, die zit in Oostenrijk. En die begint een heel verhaal. Ja, je gelooft het bijna niet. Over een wc-bril. Ja, kijk, dat hebben jullie dan al gemist. Dus kijk vanavond nou weer naar Jodel Haiti. Want die is om door een ringetje te halen. Jodel Haiti vindt het niet goed dat als ze de wc inkomt, dat de bril omhoog staat. Nou, vroeger kreeg ik altijd enorme schouderklopjes en werd ik geprezen als ik dat had gedaan. Want dan had je dus niet geplast met de bril omlaag. Want de bril moest omhoog, want de dames zitten ook graag droog. Werd me dan altijd verteld. En nu echt, Jodel Haiti, die bril die moet alweer naar beneden. Dus dan moet je dus plassen met de bril omhoog bij Jodel Haiti. En dan na het plassen moet de bril weer omlaag. Anders ben je geen serieus materiaal voor haar, voor een relatie. Hoe vind je die? Jodel Haiti, die is knettergek. Die heeft veel te lang daar in Oostenrijk tussen die bergen gezeten. Daar waait het nooit eens lekker door. Dus dan krijg je hele rare, bedompte gedachtes. En die heeft zij dus nu ook. Want die vrouw die praat de hele dag tegen haar hondje. Zo, we hebben dit en dat en ook de telefoon gaat en die is volkomen mattenklap. Dus die heren die daar naar binnen lopen, die moeten werkelijk spikes onder doen en als een raket weg bij Jodel Haiti. En dan hebben we verder nog een man in Frankrijk, Bert. Bert heet hij, ja, en Bert. Bert, die noem ik dan vanaf nu even bonjour. Dus bonjour, die zit ook geweldig in het binnenland van Frankrijk. En die heeft nu ook al 2 dames op bezoek. En bonjour is heel erg zichzelf. Een beetje houterig. En niet echt een charmeur, zou ik maar zeggen. Die zoekt gewoon een beetje een aardige dame. Maar die heeft er nu 2 in huis. De een is een konijntje. Die kan hij alvast een hok voor gaan timmeren. En die andere, wat zie je toch niet te lachen, Jut? Kun je zien de camera bewegen? Kun je Jut zien te lachen? Ja, maar dat wordt het lastig opnemen, lieverd. Nou goed, ja, sorry. En dan heeft ze er nog eentje rondlopen. Nou, die moet bij de marine gaan werken, want dat is met een slagschip. Dat is ongelooflijk. Nou ja, vrienden, ik zou zeggen, ga kijken vanavond naar B&B Vol Liefde en je zal er geen spijt van hebben.